Hey Johan, Jawadde, krak van Avelhem, een dikke proficiat. Echt verwonderd ben ik niet, want hij zijt gewoon een krak. Sinds lange tijd ken ik jou, Johan, Johan Timperman, Johan de man van de Phoenix. Als jong meisje ging ik mee met mijn ouders naar de kasteelfeesten in Bosuit. Samen ook met broers en zussen, heel de auto vol. Mijn vader zaliger zat in het bestuur van Phoenix. Ik heb nog glimpen van de frituur die er stond in het park. En ik geloof zelfs dat Paul Beunens er frieten verkocht. Er werd gedronken en geschonken. En al wat verkoopbaar was, werd er verkocht. Een mooie tijd als ik eraan terugdenk. Ook onze dirigent van het muziek, Bernard, schreef een mooi muziekstuk. Phoenix, ter gelegenheid van zoveel jaar Phoenix. Hoeveel dat was, weet ik niet meer. We voerden het stuk op in de tuinen van het kasteel, waarin ik met mijn trompet gezwind meespeelde. Ik zie het nog voor mij. Mijn oudere zus, Heertrui, was toen een van je collega's, helemaal in het begin. Phoenix was toen nog heel klein, gelegen daar in de Kerkhofstraat, in een oud gebouwtje. Je begeleidde daar menig cliënten, zoals onder andere Lilian, Dreetje. Je reed rond met de atlas om centen te verdienen, om vooruit te gaan, beetje bij beetje. Van de Kerkhofstraat verhuisden jullie naar de Hansnofstraat. Ook daar werden vele feesten gegeven om het geld in het laadje te brengen en de bewoners onvergetelijke momenten te bezorgen. Phoenix groeide uit tot Ubuntu, een grote organisatie, wijdverspreid in de regio, tot zelfs in Zuid-Afrika. Allemaal onder impuls van jou Johan, jouw gedrevenheid. Mijn moeder uitte dikwijls haar waardering voor jou, de man die overal zijn weg vond, de man die het ver heeft gebracht. We zijn je super dankbaar Johan, voor de weg die jij hebt afgelegd. Heel je carrière lang heb je je ingezet voor Phoenix Ubuntu, ten voordele van onze mensen met een beperking. O, zo belangrijk dat ook deze lieve mensen een thuis hebben en zich een ruimte vinden om zich ten volle te kunnen ontplooien. Nu je in pensioen bent, mag je terecht fier terugblikken op jouw realisaties. Ze zijn meer dan gesmaakt. Ook blijkt dit in de overwinning tot krak van het jaar, krak van Avelhem. Terechte krak, geniet van deze overwinning. Ze is je 100% gegund. Een mooie kers op de taart, ze komt jou helemaal toe. Bedankt Johan voor jouw engagement, velen mogen het je nadoen. Ik had er graag met jou ene op gedronken, zoals dat gebruikelijk is met de burgemeester en de krak. Helaas moet ik het nu op deze manier doen, maar dat is nu zo, aan alles valt altijd een mouw te passen. En jij weet daar alles over. Groeten daar thuis en geniet van je retraite. Jouw burgemeester Lut. Dank u wel, Johan. Dag Johan. Je loopbaan, zeg maar een leven lang actief zijn in en rond welzijn, beperkte zich niet op en rond de penoze van je organisatie. Je verbindende stijl, je creativiteit en je streven naar een wereld waarin iedereen recht heeft op een volwaardige plek maakte vaak het verschil tussen droom en werkelijkheid. Een verschil dat zelden een economische betekenis had. Succes in welzijn wordt niet uitgedrukt in euro's of bitcoins, maar wel in maatschappelijke meerwaarde en de waardering ervoor. In welzijnswerk is doorgaans veel niet grijpbaar en resultaten niet zichtbaar. Erkenning is dan ook niet vanzelfsprekend. Je award als krak van Avelhem is zo'n erkenning. Het is een moment dat je krijgt wat je verdient. De volle waardering voor de geleverde meerwaarde. En onder ons, met absolute zekerheid, terecht. Kopijn de Rutte.